Nummer 5. Elegante ijsemmer van 8 liter om mee aan tafel te nemen of voor roomservice. Veelzijdig artikel, naast mousserende wijn ook geschikt voor ijs, fruit of andere voedingsmiddelen die gekoeld moeten worden. Gemaakt van roestvrij staal houdt het wijn of champagne koel voor een lange tijd. Ideaal voor avonden met vrienden. Leuk cadeau-idee voor champagne-liefhebbers. Koop dit product met de link in de beschrijving. Nummer 4. Ijsemmer voor wijn of champagne van uitstekende kwaliteit. U kunt altijd vers van uw drankjes genieten. Gemaakt van roestvrij staal met genoeg ruimte om ijsblokjes in te doen. De emmer wordt geleverd met knophandvatten en een extra verstevigde rand voor duurzaamheid. Vaatwasmachine bestendig. Leuk cadeau-idee voor elke gelegenheid. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel, kunt u de link in de beschrijving vinden. Nummer 3. Mooie champagne-ijsdoos. Uitstekend product, gemaakt van stevig aluminium. Hij heeft een diameter van 47 cm en een hoogte van 34 cm. De flessen zullen op deze manier snel afkoelen en de inhoud zal lange tijd koud blijven. Geweldig product voor kwaliteit en prijs. Als u de prijs van dit product wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 2. Professioneel wijnrek van hoge kwaliteit. Een goede witte wijn of champagne moet gekoeld worden geserveerd. Deze ijsemmer zal u gedurende lange tijd uitstekend koelen dankzij de vervaardiging in roestvrij staal. Uitgerust met genoeg ruimte om ijsblokjes toe te voegen. Dankzij de kwaliteit van deze emmer kunt u ontelbare avonden met uw vrienden doorbrengen. Hij heeft een inhoud van 15 liter en kan in de afwasmachine worden gewassen. De link naar de prijs van dit product vindt u onderaan de videobeschrijving. Nummer 1. Elegante hooglands wijn of champagnekoeler in het grote, klassieke en elegante formaat. Deze ijsemmer voegt een vleugje glamour toe aan uw feest door te zorgen voor de juiste temperatuur voor uw flessen. Gemaakt van duurzaam aluminium met een zilveren voet. Geweldig cadeau-idee. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken.